Roy ken ik natuurlijk van het wereldje van de school waar ik les heb gegeven. Daar heb ik met hem gewerkt. Ja, ik ken hem als een hele gemotiveerde jongen die altijd gas blijft geven, zeg maar. Hij heeft echt wel zijn eigen visie. Hij is daar heel duidelijk in, ook voor hemzelf wat hij wil en zoekt altijd wel de grens op. Ja, weet je, hij is 22 jaar, natuurlijk heel jong. Ja, dat is alleen maar knap wat hij natuurlijk doet en daar heb ik ook heel veel respect voor. Ik ben geen chef en ik keur dat ook absoluut niet goed. Die staat te schreeuwen in de keuken, die staat te vloeken en te tieren. Wat ik eigenlijk vanuit mijn horecaervaring genoeg heb meegemaakt. Denk ik persoonlijk, omdat ik het zelf ervaren heb, dat niemand stimuleert. Tuurlijk, er zijn wel eens momenten dat je moet zeggen van oké, nu even gas erop, want het moet sneller, want het duurt te lang. Maar als je naast iemand gaat staan en je gaat lopen schreeuwen of je gaat met borden lopen gooien of weet ik veel wat je gaat doen. Dan maak je je personeel niet sneller, dan maak je je personeel zenuwachtig. En als je zenuwachtig bent, dan ga je fouten maken. Dus zelfs tijdens een drugsvies staan we hier vaak te fluiten en te ouwehoeren in de keuken. Soms is er ook gewoon stilte, dan doet iedereen zijn ding. Maar het is eigenlijk haast nooit dat er echt ruzie is. En dat is beter. Je kan beter koken door plezier te hebben dan door het te moeten doen. Als je iets moet doen, dan ben ik van overtuigd dat het resultaat minder gaat. We gebruiken eigenlijk alles. Ik heb hier een klein voorbeeld bij Zweedse gerechten te maken. Hebben we blokjes zoet aardappel. Als je een blokje snijdt, heb je natuurlijk heel veel afval over. Zorgen we dat we hier nog een crème bij hetzelfde gerecht hebben, aangemaakt met harissa van zoet aardappel. Het is een redelijk stuk oud gedraaid entrecote. Dit kunnen we niet eten, dit gebruiken we niet. Dus wat hier eigenlijk bijna altijd gebeurt, het wordt afgesneden. En dit is nu één bakje, omdat we net jus gemaakt hebben. Normaal zijn er soms 5-6 bakjes. Gooien we al ons afval in, hier hebben we uienschilletjes, oud stuk wortel, et cetera. We gooien al onze groenten erin die ook in de jus passen, plus de snijafval van onze dry age. Wijn erbij in, tomatenpuree erbij in en het wordt een jus. Zo hoeven we geen kalfsbotten te bestellen. En het geeft een ontzettend mooie smaak. De kast zit een bepaalde smaak in die circuleert. En die smaak die trekt ook daadwerkelijk in je ui, in je wortel, in je knolselderij. Nou, de kookstijl is sowieso dat je 100% van je producten gebruik maakt. Daarnaast ben ik klassiek Frans opgevoed qua koken. Maar probeer ik daar, omdat ik zelf de Aziatische keuken het lekkerste vind, een Aziatische twist aan te geven. En dat betekent niet dat ik helemaal Aziatische gerechten maak, maar dat betekent bijvoorbeeld dat ik een helemaal gerecht uit heb. Er zitten er 1 of 2 componenten tussen die wat Aziatisch getint zijn. Of er een bepaalde pit in zit of een bepaalde achtergrond van umami in zit. Hij was toen nog 20, hè, toen hij hier begon. Kijk, ik heb een andere leeftijd als hij. Dus ik heb wat bagage meegenomen. En die bagage die vind je het leuk om over te brengen. En Tata bijvoorbeeld net door, omdat hij jong is en ambitieus, een nieuwe swing aan wordt gegeven aan iets wat in het verleden al mooi hot item was. Maar nu nog spectaculairder wordt doordat de ambitie en de ingrediënten van deze tijd natuurlijk anders zijn. Ik ben, doordat ik hier gastkoks uitnodigde, is Jan Smink hier geweest. Op die avond, hij wist natuurlijk wat, toen werkte hij nog met mijn oude chef samen, waar het hier aan ontbrak. En toen zei ik ook tegen hem dat ik druk op zoek ben naar een nieuwe chef. En het liefst een jong talent die samen met mij een zaak naar een bepaald niveau zou kunnen brengen. Op dit moment is het gewoon heel moeilijk om goed personeel te vinden. Hè. Zowel keuken als bediening. Het is schaars, dat probleem kennen we allemaal. Je moet gewoon proberen zoveel mogelijk gewoon altijd jezelf te blijven. Zorg altijd dat je ik ben zelf natuurlijk nuchtere jongen uit Friesland, nuchtere boer. Altijd in dezelfde schoenen blijven staan en je niet gek laten maken door anderen, weet je wel. En omdat, bijvoorbeeld bij Roy nu natuurlijk, gaat er natuurlijk nu heel veel gebeuren. Hij staat in de picture en hij is 22 en hoe doet die mafkees dat allemaal? Dus er gaat natuurlijk nu heel veel op hem afkomen en hij moet natuurlijk, als je het hebt over een advies meegeven, zorg gewoon altijd dat je jezelf bent, weet je wel. Laat je niet gek maken door anderen en blijf gewoon je eigen ding doen, want daardoor kom je nu zo ver, zeg maar. Ja. Ik denk voor ieder persoon is structuur heel belangrijk. Alleen ik denk dat de een het meer realiseert dan de andere.
vind ik, ik ken de meeste horecamagazijnen, is gewoon één dikke teringzooi. Voor mijn gevoel is het nu al niet zo netjes omdat we het niet hebben opgeruimd, maar dit is wel iets waar ik heel blij mee ben, ja, absoluut. En voor ja, zulke dingen als dit, dat ziet er heel autistisch uit. Ik ben niet autistisch, maar we hebben alles mooi netjes gelabeld en gestickerd. Het zorgt voor overzicht. Dus als je rust in je hoofd hebt, dan kun je ook rustig werken. En als je rustig kan werken, is het resultaat beter dan als je hectisch bent. Ik heb hier wat verschillende dingetjes liggen van fermenteren. Ik kan niet zo heel veel laten zien, want ik aan het moment niet heel veel aan het fermenteren ben. Ik heb verschillende dingen. Dit is eigenlijk een... ik weet het niet. Dit zijn SCOBY-bacteriekoloniën. Misschien kennen jullie het als kombucha, het vocht wat erin zit. Deze heb ik gewoon puur op basis van zwarte thee gedaan, wat we met de bacteriekolonie doen. Hier is het pukje wat ik ooit van mijn broer heb gekregen. Dit is het pukje. Dit is de moeder en ik heb ongeveer, ik denk een stuk of 13, 14 van zulke jongens erbij gekregen. Het is zo ontzettend gezond voor je. Het wordt in China en Japan al tijden gebruikt gewoon als geneesmiddel. Het kan geloof ik helpen tegen verschillende soorten kankers. Het kan helpen bij afvallen. Het is goed voor je darmstelsel. Je kan er energie van krijgen. Zodoende dus. Het is gewoon super gezond om te drinken. Deze massa is bijna klaar. Dan is hij zuur. Dan is hij nog niet klaar. Want dan ga ik voor een tweede lichting. En daar ga ik smaak toevoegen. Ik laat hem eerst zuur worden door hem gewoon puur zwarte thee te geven. Deze ga ik zo meteen afgieten. Ik heb het al met verschillende dingen geprobeerd. Bijvoorbeeld roze peper erin te gooien, rode peper, basilicum, limoen, gember. Je kan alles erin gooien wat je wil, waardoor je dus je eigen zuur gaat maken. En het is gewoon heel erg cool. Een azijn kun je kopen als bijvoorbeeld frambozenazijn, appelazijn, witte wijnazijn. Noem het zo gek op. Je kan er smaak aan toevoegen, maar je maakt het zelf dit. En het is, ik vind het veel leuker en het heeft een veel diepere smaak dan azijn dat heeft. Hier is hetzelfde, ook een SCOBY. Jullie zien dat deze rood is. Dat komt eigenlijk puur omdat hij in het bietensap heeft gelegd. Bieten die bevat natuurlijk ook suikers van zichzelf. En ja, hier gaat hij de suikers uit opeten, waardoor ik eigenlijk een soort zuur bietazijn krijg. Deze gebruik ik voor dingen als een bubbelan op basis van kombucha te maken. Het is heel uniek. In een aangangenmenu had ik het bietengerecht zitten. Van de avond loop ik het restaurant in en dan vraag ik aan de gasten, hoe was jullie ervaring of wat vonden jullie het lekkerste? Ik denk 8 van de 10 gasten wel echt dat bietengerecht koos. En dat maakt het juist zo spannend, want vegetarisch begint tegenwoordig veel meer op te komen, maar is voor de meeste mensen toch nog steeds vegetarisch en die vinden een stukje vlees of vis lekkerder. Maar als je een vegetarisch gerecht kan creëren wat mensen lekkerder vinden dan een stukje vlees of vis, denk ik dat het heel erg speciaal is. Wat we doen is we gooien een pan met water in de water en bietafsnijdselen en de schillen laten we koken. Hier binnenin hebben we een bak die vangt het condens op. Bovenop leggen we ijswater. Dus we koken het vocht, de condens slaat op de deksel, ijswater slaat het terug en zo vangen we transpirant vocht van bieten op van de schillen en de laatste afsnijdselen. Deze hebben we gerookt en kun je schenken bij een gerecht. Zo maak je weer volledig 100% gebruik van je biet. Ik heb tonnetjes van biet geroosterd. Een chutney van biet, een antiboise met biet, kappertje en rode ui. Een spongecake van biet, chokia biet zoetzuur, destillaat van biet. En daarbij nog een chutney van appel met Spaanse peper en gember. Een sojacrème, gefermenteerde knoflookemulsie en wortelcilinders gevuld met geitenkaas en daarop een geconfijte citroenschil. Ik denk dat ik hem heb. Gooi maar wat in. Wow! Ik heb hier rauwe pepers licht verwarmd met olie. Vervolgens de pepers helemaal fijn gemalen en uitgezeefd. Dat is nog niet pittig genoeg. Ik proef hem. Risico. Mijn risico. Eet ze ook allemaal op, hè? Ja, zeker. Okay. Dan pakt hij mooi, hè? Nee, ik wil hem echt pittig hebben. Ja. Roy is degene die altijd met hele rare vragen komt en rare smaken komt. En dat is best wel grappig.
soms niet te vreten, maar dat mag natuurlijk niet. Kun je die in een chocoladeletter gieten, het overige? Dit? Ja. Dat is wel handig om die ervaring te delen. En wij komen weer op nieuwe smaken. En dat is ook wel weer leuk. Soms ook niet. Komkommer. Oh, die tomaat die was niet te vreten. Dat is echt walgelijk ranzig. Dus als je straks nog wat mee naar huis wil, er staat nog een fles. Dat is echt vies. De bonbon die serveren wij met verschillende soorten bonbons in het restaurant. Bij de koffie in plaats van een plankje friandise laten we de mensen kiezen uit verschillende soorten bonbons. En het is bij verre weg de hardstlopende bonbon in het restaurant. En tegenwoordig zie je natuurlijk ook, de chefs krijgen veel aandacht, om het zo maar even te zeggen. Tegenwoordig zijn het bijna rocksterren wat je voorbij ziet komen. En dat is natuurlijk goed, hè? Dat is goed voor ons vak natuurlijk. En je ziet het steeds meer. Ik denk uiteindelijk moeten we ook daar gewoon lekker nuchter in blijven. Het is uiteindelijk eten natuurlijk wat we voor de mensen maken. En, het is niet dat we, weet ik veel, filmsterren of zo zijn. En dat moet iedereen natuurlijk ook voor zichzelf weten. Iedereen is daar verschillend in. Maar ik denk wel altijd dat je moet proberen dicht bij jezelf te blijven. En in diezelfde schoenen blijven staan. En het ligt ook een beetje aan de mensen die je om je heen hebt natuurlijk. Ik heb wel een paar mensen om me heen. Dat als ik gek ga doen, dan geven die mij even een schopbewijs ervan. Of doe even rustig. En, dat is ook iets wat moeilijk is natuurlijk. En, want er kan natuurlijk in één keer heel veel gebeuren. Dat je heel veel aandacht krijgt. En, maar je moet gewoon zorgen dat je gewoon, vind ik, altijd jezelf blijft en je eigen ding blijft doen. Ik denk dat je daar ook het verst mee komt en ook het meeste respect krijgt. Ik denk altijd elke dag van ik kan nog leren en ik kan ook nog leren van andere mensen. Dus. Ik denk dat dat de grootste match ook tussen ons tweeën is. Alles wat deze handen kunnen, kunnen die handen ook. En het bepaalde gevoel wat je erachter gaat krijgen, dat komt denk ik door passie en door energie erin, tijd erin te besteken. Maar ik ben niks beter dan dat niemand anders hier dat in de keuken is. Zo is het gewoon. Ik denk dat dat ook een mooie manier van leven is en een manier van omgang is. Dat je zo mooi met elkaar kan werken. Want als één persoon zich beter voelt dan de andere, dan voelen die andere personen zich minder dan die ene persoon misschien. En dan, je moet het gewoon als een team doen en niet enkel.